Het get on. Gaan we die woorden ooit nog horen? Ik heb het natuurlijk over de Elfstedentocht, de Olvestedentocht. De laatste editie vond plaats in 1997. En even ter referentie, ik was toen pas 3 jaar oud. Dus de grote vraag is, komt er ooit nog een volgende editie? Schaatsen waren vroeger vooral een praktisch vervoersmiddel. Als je geen paard had, dan kon je in de winter op deze manier toch gemakkelijk lange afstanden afleggen. En op een gegeven moment werden ze gekoppeld aan weddenschappen. Dus er werd bijvoorbeeld gewed wie er in 1 dag langs alle Friese steden kon schaatsen. En dit is hoe waarschijnlijk de Elfstedentocht is ontstaan. De eerste officiële editie vond plaats in 1909 en intussen hebben er 15 edities plaatsgevonden. Vrijwel alle winters waarin een Elfstedentocht werd verreden zijn bestempeld als een koude winter. Winters worden ingedeeld op basis van het koude getal, ook wel het Helmann-getal genoemd. Nog even kort, wat is het koude getal? Je neemt de gemiddelde etmaaltemperatuur. Als die negatief is, dan bewaar je die. Dat doe je voor elke winterdag. En elke keer als het getal negatief is, tel je dat bij elkaar op. Vervolgens haal je het minnetje weg en dan heb je het koude getal. Is het koude getal boven de 100, dan spreken we van een koude winter. Is het getal boven de 160, dan is het een zeer koude winter. En komt het getal boven de 300 uit, dan is het zelfs een zeer strenge winter. De laatste jaren zijn de winters alleen maar zacht geweest. En dat past wel in het beeld van het opwarmende klimaat. Om een goede ijsvloer te krijgen waarop al die duizenden mensen de schaatstocht kunnen doen, een ijsvloer zoals deze, heb je eigenlijk een hele lange periode van vorst nodig. Overdag moet dan de temperatuur niet of nauwelijks boven nul komen en in de nachten moet het matig tot streng vriezen. Een vuistregel is dat je feitelijk 15 dagen op rij een gemiddelde temperatuur moet hebben van min 4,2 graden. Als dat lukt, dan heb je de basis voor de ijsvloer. Maar eerlijk is eerlijk, koud weer alleen is niet voldoende. Dat is toch zo, Laura? Ja, dat klopt. En de winter van 2012 is daar een goed voorbeeld van. Het was op zich koud genoeg, maar aan het begin van de vorstperiode viel er een laagje sneeuw op het ijs. En dat werkt eigenlijk als een soort isolatielaag, waardoor het ijs op dat moment minder goed aan kan groeien. En ook hadden we te maken met veel wind, waardoor het grote wateroppervlak in beweging blijft en dus ook onregelmatig dichtgroeit en er veel grote wakken blijven bestaan. Friezen stonden massaal op het ijs om sneeuw weg te schuiven en er werden zelfs ijstransplantaties uitgevoerd. Maar helaas zonder succes, want onder de bruggen bleek het ijs niet dik genoeg en de tocht giet net on. Om de tocht veilig te laten verlopen heb je over het 200 kilometer lange traject een ijsvloer nodig die overal minimaal 15 centimeter dik is. Om dat veilige Elfstedenijs te krijgen heb je in ons maritiem klimaat dan eigenlijk alleen maar kans daarop met een oost- tot noordoostelijke stroming die heel lang aanhoudt. Er is dan een krachtig hoge drukgebied boven Scandinavië nodig. Koude lucht wordt dan vanuit het noordoosten van Rusland onze kant op gevoerd, waardoor de afkoeling en de vorming van Elfstedenijs kan beginnen. Dergelijk lange vorstperiodes komen feitelijk alleen maar voor in koude winters. Het allermooiste is dat je 2 vorstperiodes hebt. In de eerste vorstperiode, wat vroeger in de winter, kan het land en het water goed afkoelen. En in de tweede periode kan dan mooi het Elfstedenijs gaan ontstaan bij rustig weer en weinig wind. Met de stijgende temperaturen als gevolg van de opwarming van ons klimaat zal de kans op een Elfstedentocht steeds kleiner worden. De kans op een lange periode met diepvrieskou in ons land neemt af. Ook laten klimaatscenario's zien dat in de winter westelijke stromingen dominanter worden. En dat brengt vaak zacht weer en wisselvallig weer met zich mee. Als er dan een hoge drukgebied ontstaat boven Scandinavië, wordt het steeds moeilijker om dat vast te houden. Statistisch gezien is de kans op een Elfstedentocht op dit moment 1 in de 12 jaar. En als we de opwarming van de aarde kunnen beperken de aankomende decennia tot 2 graden, dan is in 2050 de kans op de Elfstedentocht 1 in de 20 jaar. Maar als de opwarming harder gaat, wordt de kans al snel 1 in de 100 jaar. Of nog kleiner. Ik heb geen goed nieuws. Wij kunnen op dit moment geen tocht uitschrijven.